Koningin Maxima heeft opnieuw de aandacht getrokken door dit keer niet met prinses Amalia, maar met prinses Alexia naar Spanje te vliegen voor een ogenschijnlijk geheime date in Madrid. Na haar recente skitrip naar Spanje was de koningin afgelopen weekend opnieuw in het land, vergezeld door haar tweede dochter. De Spaanse krant Vanitatis slash El Confidential onthulde dat Maxima en Alexia afgelopen vrijdag werden gespot tijdens een lunch in het exclusieve restaurant Horger. De koningin en haar dochter genoten van het gezelschap van de Spaanse zakenvrouw Elena Q en haar dochter Alejandra Cortina tijdens deze bijzondere ontmoeting. De dames namen plaats aan een tafel bij het raam, waarbij Maxima een opvallend oranje pak van het merk Jozef droeg, terwijl Alexia een stijlvol bordeauxrood jasje koos. Na de maaltijd verlieten Maxima en Elena het restaurant afzonderlijk van elkaar. Elena en haar dochter vertrokken via de hoofdingang, waar een chauffeur op hen wachtte. De Spaanse pers hoopte op een glimp van Maxima en Alexia bij het verlaten van het restaurant, maar moeder en dochter waren slim en verlieten via een zijdeur het pand om de wachtende fotografen te ontwijken. Buiten stond een auto met een Nederlands kenteken klaar om hen te vervoeren. Opvallend genoeg was dit bezoek van korte duur, want gisteren arriveerde koningin Maxima al in Colombia voor een werkbezoek in het kader van haar betrokkenheid bij de Verenigde Naties. De koningin nam twee lijnvluchten naar Medellín. Waarbij ze uit veiligheidsoverwegingen niet via de vliegtuigtrap, maar via de slurf het vliegtuig verliet bij haar aankomst van Bogota naar Medellín.